We gaan blauwdrukken maken, statische. We hoeven alleen maar statische te maken van de linker en van de rechtervoet. En dan hebben we dus een paar punten die we dus moeten aantekenen op de blauwdruk. Als eerste doe ik mijn handschoenen aan. Het is het fijnste als je zegt van ik pak twee paar handschoenen, zeker met je examen. Want als je dan de blauwdrukken gedaan hebt, moet je nieuwe handschoenen aan. En dan is het heel fijn als je zegt, ik doe het eerste paar handschoenen doe ik uit. Kijk, als ik daar klaar ben, is die weg. Dus twee paar handschoenen aan. Ik heb hier twee blauwdrukramen. Daar ga ik het ook allebei uitleggen. Ik heb hier de simpele blauwdrukraam. Ja. Hier komt de voet op. Hier komt een stuk papier. En dit moet ik gaan inkten. Dat ga ik als eerste doen. Daar hebben we rollen voor. Wil ik inkt op de roller, op het blauwdrukraam doen, doe ik het altijd op mijn rollertje. En waarom doe ik dat op het rollertje? Dan krijg ik geen vlekken op mijn blauwdrukraam. Dus elke blauwdruk moet ik rollen, zodat de blauwdruk ofwel de afdruk van de vorige helemaal verdwenen is. Gaat weer terug in het rolletje. Stukje papier. Hoppa. Die gaat van hier in. Nou, ik weet niet wie van tevoren op de blauwdruk gestaan heeft. Dat is altijd weg, hè? Ik ga heel eventjes mijn blauwdruk eventjes desinfecteren. Dat hoeft maar één keer. En daarna, bij elke nieuwe klant, doe je desinfecteren. Ik heb gerold. Je ziet, ik hou dit ding eventjes open. Want zou ik hem dus inderdaad rollen met het papier ertussen. Dan krijg ik dit, hè, die strepen. Dan krijgen we elke keer weer zo van, ik heb strepen. Hoe kan dat? Hier kan dat dus door. Maar is het dan niet best dat je eerst dat In principe wel, in principe niet. Als je het gewoon omhoog houdt met het desinfecteren, kan er gewoon niks fout gaan. En als het je een keer gebeurt tijdens de les, dan weet je van, oh ja, dat is al een keer te worden uitgelegd. Hij gaat dicht. Dan ben ik klaar om mijn blauwdruk te maken. De omlijning ga ik doen met mijn spatel. En dat is gewoon de achterzijde van een meshouder. Nou, ik heb hier een gewillig model. Je mag iets naar achter stappen. Je mag je hier aan vasthouden. Mag je de voeten uit elkaar zetten. Je blijft tijdens het maken van de blauwdruk, blijf je recht vooruit kijken. Ik ga dan wat lijntjes om die voet heen zetten. En je blijft vooruit kijken. Je houdt het steunpunt vast. En dadelijk met de omleiding laat je het steunpunt los. Maar dat zeg ik dan eventjes. Ja. Heb je modellen erbij die dus wankel zijn of niet stabiel zijn. Die blijven tijdens de blauwdruk gewoon inderdaad het steunpunt vasthouden. We hebben een stevig steunpunt. Dus we hebben niet een tafeltje op wieltjes of een tabouret. We hebben echt een stevig steunpunt dat iemand niet kan omvallen. Ik zet deze tussen de voeten. Mag je nog een beetje elkaar. Waar moet ik op letten? Een beetje dichter bij elkaar. Dat de voeten evenwijdig staan. Heb ik dadelijk de blauwdruk staan en is het op deze manier. Staan de voeten niet evenwijdig. 1 centimeter mag. 2, 3 moet je gewoon helemaal opnieuw beginnen. Bij 3 til ik de voet op. En je blijft recht vooruit kijken. 1, 2. 3, aantil maar op. En ik zet hem neer. Voeten staan mooi evenwijdig. Je mag het steunpunt loslaten en recht vooruit kijken. Ik begin aan de achterzijde. Het is de bedoeling dat ik de spatel recht hou. En ik maak een omleiding. Tot teen 1
Ik ga aan de achterzijde. Ik kom het spatel recht. Tot 10 in. Achterzijde van het hielbeen ga ik voelen. En dan zet ik een streepje. Buiten enkel ga ik voelen. Diepste punt, hoogste punt. Het spatel gaat omhoog. Ik hou mijn vinger hier. En ik zet mijn lijntje. MTP 5. Goed voelen. Heb ik hem te pakken. En een streepje. MTP 1. Goed voelen. Streepje. Binnen enkel. Streepje. Dan ga ik voor de medespedicure. Hebben we nog het scheepvormig been nodig. Dat zit hier. En de basis van het MTP 5. En dat kan ik ook heel goed voelen. Dat zit aan deze zijde. Die heb je alleen maar nodig bij medisch pedicure. Je mag steunpunt weer vasthouden. Bij 3 tillen we samen op. 1, 2, 3. Deze trek ik zelf weg. En dan hebben we hier een hele mooie afdruk. Nou,